Om de complexe werkelijkheid te kunnen begrijpen, maken we vaak gebruik, ook bij natuurkunde, van modellen. En een model is altijd een versimpeling, een vereenvoudiging van de werkelijkheid. En gisteren stuitte ik op een heel interessant model dat ik uh, in deze film met jullie wil delen. En dit model komt van uh, de website van de uh, Washington Post in Amerika. En het model gaat, ja, kan natuurlijk niet anders. Het gaat over het coronavirus. En het model ziet er eigenlijk als volgt uit. Ze hebben. De mensen gemodelleerd als bolletjes die bewegen. En het begint met één besmet iemand. En elke keer dat een besmet iemand botst tegen een nog niet besmet iemand, dan wordt die persoon ook besmet. Dit model wordt nog een klein beetje uitgebreid, want je kunt natuurlijk ook herstellen van een infectie. En dan krijg je drie verschillende toestanden: je hebt de infectie nog niet, je bent besmet. En je bent genezen, en genezen is hier in paars weergegeven. En op het moment dat je genezen bent en iemand die besmet is tegen je aanbotst. kun je niet nog een keer ziek worden. Wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben dit idee, dit basisidee, ingebouwd in een dorpje van twee, 200 personen, waarvan er eentje besmet is. En gekeken wat gebeurt er dan als je deze personen random laat bewegen met de besmettingsgraad, met de manier waarop de ziekte om zich heen grijpt. En je kunt in de grafiek. Boven de beweging, bewegende bolletjes zien wat er dan gebeurt. En dan zie je dat je op een gegeven moment een piek krijgt. Maximum aantal besmette mensen. En na verloop van tijd uh, geneest iedereen natuurlijk weer. En uh, verdwijnt die piek ook weer. En je eindigt uiteindelijk met een populatie waarbij iedereen ziek is geweest, maar is hersteld. En je ziet al wel dat uh, de makers van dit model één detail hebben weggelaten. En dat is dat je ook. Eventueel kunt overlijden aan deze ziekte. Maar uh, het gaat om die piek. Die piek die zorgt ervoor dat wij nu allemaal uh, niet naar school gaan. en drie weken lang aan uh, huis gekluisterd zijn. Want wat kunnen we nou zeggen over die piek? Nou, daarvoor pak ik er eventjes een uh, ander blaadje bij. Ik ga daar een grafiek schetsen met op de x-as de tijd. en op de y-as n. En waarbij n is het aantal besmettingen. het aantal besmette personen. bijvoorbeeld in Nederland. Als je dan de grafiek schetst. Die we net zagen, dan ziet hij er ongeveer zo uit. En we hebben al gezien bij het coronavirus dat de meeste mensen het kunnen krijgen zonder uh, heel erg ziek te worden. Sommigen worden ziek, maar helaas een klein gedeelte van die mensen zal doodgaan. Waarom is nu de school gesloten? Nou, dat is niet gedaan om ervoor te zorgen dat wij niet ziek gaan worden. En het is zelfs ook niet gedaan om ervoor te zorgen dat er minder mensen doodgaan. Want dat is gewoon een feit. En daar kun je uh, niet zo heel veel aan doen. Zelfs met de beste medische begeleiding zullen er mensen doodgaan aan het coronavirus. Net als dat er elk jaar ook mensen doodgaan aan het tezaakjes dus gewone griepvirus. Het probleem zit hem in het volgende. Op het moment dat heel veel mensen ziek worden in Nederland en de ziekenhuizen hun volle capaciteit draaien, en dat heb ik hier weergegeven met deze rode stippellijn, dan krijgen we de situatie dat uh, sommige mensen niet meer in het ziekenhuis passen. Dus dat je mensen niet meer de gezondheidszorg kunt bieden die je ze graag zou willen bieden. Wat tot gevolg heeft dat er extra mensen zullen gaan overlijden. Puur omdat ze niet de behandeling krijgen die we eigenlijk wel zouden willen geven, maar niet kunnen geven, omdat de ziekenhuizen vol zitten. En het gaat om die extra rode pijl. Die willen we gaan voorkomen. Ja, hoe gaan we dat doen? Hoe kunnen we dat voorkomen? Uh, welke stappen heeft de regering in Nederland en in heel veel andere landen in de wereld uh, genomen? Nou, we gaan proberen met z'n allen om die piek te verschuiven en te verlagen. Zo dat, hoewel nog steeds heel veel mensen ziek worden, uh, we geen situatie krijgen dat er zoveel mensen tegelijkertijd ziek worden dat de ziekenhuizen het niet aankunnen. Hoe zit het dan met onze modelletjes? Nou, we kunnen heel mooi gaan kijken. Wat je kunt doen, wat je kunt proberen als uh, land, als regering, om ervoor te zorgen dat die piek die je hier ziet verdwijnt. Dat die niet zo hoog is, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Nou, tweede uh, situatie die uh, ze hebben gesimuleerd is de situatie in China. Waarbij uh, ze hebben gezegd, waarbij de Chinese regering heeft gezegd. we blokken gewoon een heel gebied af. Er mag niemand meer in of uit. En uh, het is heel vervelend voor als je erin zit. Kijk maar eens, want iedereen is daar nu besmet. Maar we beschermen daarmee wel alle mensen die niet in het gebied zitten. En uh, in dit, deze simulatie zie je uh, heel mooi twee nadelen van deze keuze. Nadeel 1 is natuurlijk dat wanneer je in het linker gebied zou zitten, dat je dan echt de sigaar bent. Want daar uh, wordt vrijwel iedereen op hetzelfde moment toxiek. Maar het tweede nadeel is. Uh, en dat hebben ze hier ook uh, proberen te simuleren met dat gat in de muur: dat je het nooit waterdicht krijgt. Er zullen altijd uh, besmettingen uh, ontsnappen aan het gebied. En wat je dan uh, ziet gebeuren: dat kun je ook mooi in de grafiek erboven zien. Uh, het duurt dan wat langer, maar die piek in het aantal zieken in de rest van het land, die blijft dan nog steeds. Hij zal wat later uh, in, de, in de tijd komen, maar hij, hij komt nog steeds. Kunnen we ook op andere manieren proberen deze ziekte te beheersen? Nou, dat kan. Derde simulatie die we gaan bekijken is het volgende. Um, we hebben weer een stad van, met 200 mensen, maar nu hebben ze tegen uh, de mensen gezegd: probeer zo min mogelijk te bewegen. En wat je nu eigenlijk ziet is dat maar een kwart van de bolletjes bewegen en drie kwart van de bolletjes staan stil. He, die zitten in hun huis en ontmoeten zo min mogelijk mensen. Wat je nu ziet gebeuren is omdat uh, heel veel uh, bolletjes niet bewegen, het nu veel langer duurt voordat veel bolletjes zijn besmet, zo lang zelfs dat op een gegeven moment de eerste besmettingen alweer genezen zijn. En je ziet ook wel dat de, de piek die uh, in het eerste uh, en ook in de tweede simulatie uh, hoog was, hier al een stuk minder hoog is. Dit kun je natuurlijk verfijnen. Uh, ver, ver, ver Wat je hier ziet is uh, een, een simulatie waarbij een van de vier bolletjes beweegt en drie van de vier stilstaat. In dit model uh, hebben ze het wat verfijnd. Hier beweegt slechts één van de acht bolletjes en zeven van de acht bolletjes blijft stil. En wat je hier heel mooi kunt zien is uh, dat uh, de ziekte veel minder snel om zich heen grijpt en dat uh, de zieke mensen ook de gelegenheid krijgen om weer snel beter te worden, waardoor de ziekte. Heel beperkt blijft qua omvang. Je ziet hier ook dat die piek die je in de vorige drie simulaties wel zag, hier eigenlijk achterwege blijft. Um, en uh, dat tot gevolg heeft dat, als dit zou gebeuren in een land, dat um, de gezondheidszorg in staat is om iedereen die ziek is, ook de behandeling te geven waar ze recht op hebben. Nou, wat is nou uh, de grote moraal van dit uh, verhaal? Dat is uh, dat we drie weken met z'n allen nu uh, stille bolletjes gaan zijn. En probeer ook met z'n allen om zo stil mogelijk te blijven zitten, want als we dat met z'n allen doen, dan kunnen we de ziekte met z'n allen ook beteugelen.